Goedemorgen, welkom bij dag 2 van mijn vlog. Vandaag komt er heel veel hulp. Daar ben ik heel blij mee. We gaan het hang eraf halen en dat soort dingen. Ik ben nu nog eventjes wat dozen aan het inpakken. Het begint echt erop te lijken en zo. Nou ja, die dozen zijn allemaal niet ingepakt. Ik dacht dus gisteravond, oké, ik heb nog allemaal spullen over. Pakspullen. Ik ga nog even een cake pakken voor morgen. Die is echt heel erg mislukt. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar Oké. Welkom in mijn nieuwe huis. Dit is de officiële room tour. Dat hoort namelijk in een vlog. Heb ik gehoord. Dit is de keuken. Ik heb al allemaal briefjes van de buren. Vind ik heel grappig. Ook al gaat het over een inbraak en diefstal. De vorige bewoner hield heel erg van kleur, maar ook echt super lelijke kleur. Nou, ik ben hier al een beetje begonnen met klussen. Dit is de woonkamer. En het balkon. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik poging doen om de dom op de foto te krijgen. Ja, daar is die, de dom. Yes. Oh, ik jammer dat ze er een gebouw voor gebouwd hebben. En heb ik hier nog een slaapkamer. En hier nog een slaapkamer. En nog meer groen. Het is een heel groen huis. En dan heb ik nog twee kleine dingen. Ik kwam erachter dat ik een Narnia-kast heb. Kijk, dit is een kast die dichtgespijkerd is. En als je hem dan opent, dan kom je uit in een andere kast. Die kun je openmaken. Hier ga ik iets mee doen. Ik weet nog niet helemaal wat. Oké, welkom bij de vlog. We worden nu nog idioter, want nu ben ik niet meer alleen in de kamer. Maar dit is hoe wij klussen. We maken alles stuk en dan gaan we even op YouTube kijken hoe we het kunnen oplossen met muurglad. Dus we gaan zo naar de bouwmarkt en dan gaan we het weer netjes proberen te maken. De muurgladrommel voor het aanbrengen en de muurgladstrijder voor het superglad afwerken van de pasta. Doppel de rommel eerst goed onder in de muurglad. Nou, dit gaat al de goede kant uit. We hebben nu de eerste muur eraf gehaald. We zijn nu het laatste restje af aan het krabben. Dat is echt doen. Het voelt een beetje alsof je velletjes aan het afkrabben bent als je verbrand bent. Heel prettig. Het schiet al enorm op. Kijk, grijs beton. We hebben een schatkamer gevonden. Maar we weten niet wat het is. Er zit een fles in. En kranten uit 2000. Oké, welkom terug. We zijn hier weer in mijn oude huis. En ik ga nu met jullie een recept delen voor klus eten. Het is echt super simpel. Maar je moet het wel goed uitvoeren, want dan is het lekker. Wat je als eerste doet is, je moet goede basis hebben. Dat bestaat uit brood van de Dirk. Ik kies hier voor boeren, donker, meer granen. Maar je kan ook anders doen, bijvoorbeeld met witbrood. Het is gewoon een beetje wat je zelf lekker vindt. En nou, wat je eigenlijk doet is, je pakt twee boterhammen. Die leg je naast elkaar. En dan pak je kaas. Je kunt alle soorten kaas nemen die je wil nemen. Ik kies ook weer voor Dirk. Ja, ik word niet gesponsord, maar ik vind het gewoon echt een heel prettig merk om mee te werken. Respect voor vloggers, want het is echt super moeilijk om te koken als je met één hand een camera vasthoudt. Maar goed, wat je doet is, je hebt een kaasschaaf. Je pakt een paar plakjes, bijvoorbeeld, ik zou zeggen 3 of misschien 4 per boterham. Ligt er ook een beetje aan wat je zelf lekker vindt. De boterhammen met de plakjes. Ja, je kunt het heel netjes doen of een beetje rustiek. Ligt ook een beetje aan. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Want op zich, als je het eenmaal bakt, dan kan het ook door elkaar liggen. Nou, je doet de boterhammen op elkaar. Je pakt een grillijzer. Zo een. Dicht. En het is gewoon al klaar. Ik denk ongeveer 2 minuten wachten. De stack. Dit is gewoon een stack tosties. Ja, super makkelijk, super snel en zeker als je groep mensen hebt.
En dit is dan het eindresultaat. Ik zal zo even laten zien hoe je het netjes opmaakt om gewoon toch die aankleding nog een beetje oké te maken. Ja, je kunt ervoor kiezen om het een beetje op te maken nog. Je kunt ketchup gebruiken. Dat vind ik zelf altijd echt wel lekker. Zo'n aanrader. En dan snij je het zo diagonaal door midden. Je kunt het ook recht doen, maakt voor de smaak niet echt uit. En dan kun je het gaan serveren aan een groep met hongerige eters. Yay! Alsjeblieft. Het is een beetje alsof je in een Thriller speelt. Klusdag 1. Het einde. Wij gaan eten bij de McDonald's.